klein publiek, maar het is altijd wel leuk. We gaan eerst even afdingen. Ten eerste, dit is Marijn. In het theater hoor je te applaudisseren als iemand. Marijn is de hoofdtechniek hier, toneelmeester zoals dat heet. En is de, eigenlijk degene die. Hoofdschoolmaakdienst. Dan moet hij af en toe de zaal in schuiven. Hij is ook degene die altijd voor zorgt dat alle groepen die binnenkomen geholpen worden. Want dan wordt er vaak gezegd, we willen dit daar, we willen dat daar. En hij zorgt ervoor dat dat allemaal gebeurt. Dat het allemaal op de goede plek terecht komt. Sommige mensen, en vooral de kleine dorpen, vergeten wel eens dat ze te gast zijn. Dus die gaan dan naar zo'n theater toe en eigenen zich dat min of meer toe. Zo van, dat is voor mij de plek. Hè? En dan wordt de technicus nog wel eens gedoogd. Dat is heel erg lastig. Ik kan me namelijk ooit herinneren dat er iemand is geweest, een cabaretière, die is echt gebeurd. Dat is mooi. Die kwam binnen zo, dat is een theater, had geen ervaring. Zet de tas neer en zegt tegen de toneelmeester, dit kan naar mijn kleedkamer. Dus die technicus zegt, ja, dat denk ik ook. En die loopt gewoon weg en doet daar niets mee. Uiteindelijk, in de voorstelling, was de mevrouw had een bepaald punt dat zij op een, die zit hier twee van die stikkertjes op de grond en dat heet een merkje. En dan, iemand staat dan op zijn merkje omdat daar een lamp op staat. Dus dan moet je precies goed staan, want die lamp staat niet daar, die staat hier. Dus zij gaat daar staan, maar ja, die technici die hadden al helemaal de buik vol van mensen. Dus die ging daar staan, wilde gaan zingen, ging plop, daar een lampje aan. Zo, ze vlucht daar naartoe, zaten dan plop, daar een lampje aan. Dus die heeft een paar keer over het toneel heen gelopen. Dat is dus wat er kan gebeuren als je een theatertechnicus tegen je in het harnas jaagt. Dan loop je het risico dat soort dingen gebeuren. En gelijk hebben ze. Omdat ik, daar denk ik dat het belangrijk is. Maar ik heb misschien wel eens een beetje overdreven respect voor techniek. Omdat ik vind dat heel veel mensen onderschatten wat er technisch nodig is om iets mooi te maken. Daarom hebben we expres alles omhoog gedaan nu, om dit hele vieze hok te laten zien. Het is gewoon een werkruimte, dat is het. Als je naar boven kijkt, zie je allemaal lampen hangen, een spiegelbol, allemaal troep, je hoort geruis. Hoor je het? Ja? Dat zijn de lampen die er hangen die gekoeld moeten worden. Dus dat is allemaal herrie en gedoe in die kap, wat er gaat. Nou, dit theater is een vlakke vloertheater. Het heet vlakke vloer, omdat je eigenlijk gewoon met de auto bij wijze van spreken naar binnen zou kunnen rijden van buiten. Het is gelijk met buiten. En het heeft niets met het oplopen van de tribune te maken, maar een vlakke vloertheater is dus een theater waarbij je geen lijst hebt, zoals bijvoorbeeld Parktheater in Eindhoven of Liefkamp in Os. Daar heb je een verhoogd toneel, vaak met een orkestbak ervoor, die ze kunnen laten zakken. En dan heb je een lijsttoneel, zo simpel is dat. Als we even naar het toneel zelf kijken, laten we even met de doeken gaan beginnen. Want Marijn staat hier omdat hij aan de zijkant, daar zie je die kastjes hangen, dat kun je zien allemaal daar zo. Die kastjes die zijn ervoor dat elektronisch die trekken, zo'n buis heet een trek, naar boven en naar beneden kan. Hier in het theater gaat het gewoon met per trek apart met een knop. In de grotere theaters hebben ze daar inmiddels gewoon een computer staan. En er zit gewoon iemand achter met een joystick en die kunnen die ding laten zakken. Maar wij betreft mogen de... doe je eerst de vriezen? Doe je eerst de vriezen. Nou, ten eerste om het toneel een beetje dicht te maken, wil je niet dat die lampen zichtbaar zijn, dat die weg zijn. Nou, daarvoor hangen we vriezen in. Dat zijn vriezen, dat zijn de doekjes die van links naar rechts over het toneel heen hangen. Dat heet een vries. In het theater is natuurlijk alles zwart om ervoor te zorgen dat je de zwarte doos krijgt waar de spanning in heerst. En dat je fantasie een beetje geprikkeld gaat worden, dat het wat interessanter is wat erin te zien is. De lampen verdwijnen daardoor ook. Daar wordt een beetje een mooi theatertje van. Hij gaat ondertussen gewoon door. Dat heette de vriezen. Aan de zijkant hebben we ook... Zo ver. Maar ik zal hem laten zien. Oké. Nou, dat is een hele vries. Zo hoog is dat ding. En het is er eigenlijk alleen maar voor om te zorgen dat je in het theater niet... dat je allerlei lampen en dat soort flauwekul, dat je dat ziet. Voor de rest zit hier een halve kap op. Dat wil zeggen, je hebt het toneel. Normaal gesproken in een groot theater heb je datzelfde toneel, anderhalf, daarboven nog een keer zitten. Dus in gewoon theater, een toren is ongeveer 25 meter. Dus wat je ziet als publiek is dan een meter of 5, 6.
En daarboven zit dat hele stuk nog een keer. Hier hebben ze heel handig niet echt een halve kap opgezet. Dus dat betekent dat als je een decor hebt, dat je niet helemaal weg kunt trekken. Dat kun je die doeken zien. Nou, dat is dat zwarte doek heet het vont. Dat witte doek heet het horizondoek. Dan kun je kleuren opzetten. Dan maak je wat meer. Dan kun je de wereld wat groter mee maken. Maak je het zwart, dan maak je het wat intiemer, wordt het wat kleiner. Links en rechts zijn de coulissen, worden ze vaak genoemd. Poten heten ze in het theater. Die waren vroeger van hout, dat waren paneeltjes. Ze zorgen er alleen maar voor dat je heel snel heel veel dingen en mensen op kunt brengen zonder dat je daar last van hebt. Daar zijn die coulissen voor bedoeld, links en rechts. Dat is wel leuk, die elektronische trekker, want die heb je in die theater waar het met de computer gaat. Daar hebben ze, die dingen gaan met een snelheid van 70 km/u naar beneden. Dus je kunt je voorstellen dat vroeger, als iemand onder het decor afliep, wat naar beneden kwam, dan hingen ze met 3 man in de touwen om het decor tegen te houden. En ja, tegenwoordig, als het met die snelheid naar beneden komt, is er geen houden meer dan natuurlijk. Dus je hebt tegenwoordig speciale bevoegdheid nodig om dat te mogen bedienen, dat apparaat. Dus dat wordt allemaal heel ingewikkeld gemaakt. Er is namelijk 10 jaar geleden via de Arbo besloten, je komt binnen, ga lekker zitten. Door de Arbo besloten om al die trekkerwanden elektronisch te maken. Vroeger ging dat met kluitjes, met blokjes ijzer als contragewicht, om ervoor te zorgen dat die decors naar 2 man naar beneden en naar boven komen. Ja, dat was op een gegeven moment niet meer mogelijk, want je moest daar helemaal bovenin klimmen om dan die blokjes zo'n rij te zetten die als contragewicht gingen dienen. Nou, hartstikke slecht voor je rug. Mocht niet meer, moest allemaal elektronisch. Dus vandaar. Nou, en dat heette dus trekken, die buizen. Hier hangen er hoeveel? 24? 20 trekken. In een grotere theater tot 70 van die buizen achter elkaar. Waar je decors en zo van alles naar boven trekt. En je mag hier geen mensen ophangen. Er hangen hier ook 2 lampen aan, daar ga ik zo direct wat over vertellen. En uiteraard wordt er decor aan opgehangen. Dus ik ga maar naar de zaal. Dat is goed, die doe ik dan wel. Ja, straks lopen we wel even over het toneel, dan zal ik je nog wel even wat dingen laten zien die ook wel interessant zijn. Dat voor wat betreft die trekkerwand. Je hebt ook theatertjes, bijvoorbeeld volgens mij waar de Groene Engel in Os en ik denk ook in de Bos heb je ook zo'n klein theatertje. Die hebben vaak een grid aan het plafond, een soort gaas waar dan de techniek aan hangt. Dat is op zich ook handig hoor. Dus dat heeft weer het nadeel dat je dat dus allemaal ziet hangen. Het heeft ook wel weer een charme natuurlijk, hè. Net zoals bij van die grote voorstelling waar jij vorige week in stond. Dat was hetzelfde, dan zie je het dicht allemaal aan. Dat is allemaal heel erg goed. Goed. Op de vloer, zo belangrijk, heb je een zwevende houten vloer. Dat is nodig, want als je danst, dan moet die vloer geen beton zijn. Want als je dan springt, dan scheur je je spieren. Dus dat is altijd een zwevende houten vloer. Dat zit hieronder. Daarop leggen ze tegenwoordig een vinylvloer, dat heet een balletvloer in de theaterwereld. En dat komt omdat vroeger op een houten vloer dansen, ik weet niet of jullie aan ballet hebben gedaan, maar dan weet je, als je echt op een houten vloer danst, dan ga je gelijk op je bek. Dus hadden ze altijd een bak met hars staan aan de zijkant, zo'n even instappen. En dan waren je voeten stroef en dan kon je dansen op een houten vloer. Nou, dat gaf ook heel veel rotzooi en gedoe. En toen op een gegeven moment dachten ze, weet je wat doen? We leggen zo'n kunststof vloertje erin. En het voordeel daarvan is, het is zwart, dus het reflecteert niet. Dus op het moment dat jij licht hebt wat vanuit de zaal komt, dan knalt dat niet gelijk door naar je horizon. Dan kun je dat mooi gescheiden belichten, zonder dat je daar last van hebt. En je kunt hele mooie eilandjes maken. Dat is echt heel erg grappig. Dat heeft een bijzonder effect. Die vloer, je hebt ze in alle kleuren. Maar meestal liggen ze overal zwart. Dat is het handigste natuurlijk. Want je kunt ook, als je ze wit neemt, ja, dan krijg je dus de reflectie wel. Kan heel mooi zijn. Niet zo. Dus die vloeren laten ze tegenwoordig standaard liggen. Omdat ze gewoon makkelijk zijn. Het is een soort werkvloer eigenlijk. Dan staan daar nog brakken, praktikabels. Dat zijn deze twee tafeltjes, zal ik maar zeggen. Die kun je in allerlei hoogtes doen. Het voordeel daarvan is dat je daar natuurlijk een mooi eilandje van kan maken in je voorstelling. Dus, stel je voor, je hebt een situatie waarin hier iets gebeurt. Dan is het volstrekt aannemelijk dat je daar in een hele andere plaats bent, omdat je op een verhoging staat. Dat is een optisch middel om eigenlijk ervoor te zorgen dat iets anders is. Maar goed, dat hoeven mensen die zich met de ruimte bezighouden niet te vertellen dat het zo is. Overigens zei een keer iemand tegen mij. Heb jij wel in de gaten, Ton, dat als jij op het toneel staat, dat niet jij alleen op het toneel staat, maar dat het toneel ook om jou is? Dat vond ik wel leuk eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar niet over nadenken. Dat ze veel meer denken, nee, ik sta in deze ruimte. Nee, de ruimte is om mij. Dat is een aardige, dat heeft ook consequenties natuurlijk. Maar goed, heel straks leven.
Goed, dan hangt hier, we hebben de, dat heb ik verteld, die plakken. Nou, een paar andere dingen in de ruimte als ik naar voren ga. Dit ding heet de manteau, die kunnen binnenschuiven. Daar hangen wat lampen in. Dan hangt daar boven de portaalbrug. Die hangt boven het toneel. Die kun je in een aantal theaters laten zakken. En waarmee je het toneel dus echt heel klein kunt maken of heel groot kunt maken. Hier kun je hem wel smaller maken, maar niet lager. Hè? Maar eigenlijk kun je dat niet. Dus je kunt, je kunt hem losdraaien en dan kan je hem naar binnen schuiven, de manteau. En dan kan je je toneelopening iets kleiner maken. Het is wel eens handig als je een voorstelling hebt waar heel veel mensen aan meedoet. Doen die eigenlijk niet allemaal op het toneel over te staan, maar wel aan de zijkant. Dan is het handig dat je daar meer ruimte hebt. Dus daar wordt ook wel eens voor gebruikt. Nou, en dan heb je aan de voorkant nog het voordoek. Niet zo heel interessant natuurlijk, open en dicht uiteraard. En dat heet, daar zit soms in sommige theaters nog wel eens een doek voor. Dat is het sierdoek. Dat is dan het laatste wat er hangt. Dus je hebt het sierdoek, voordoek, je hebt de poten, de horizon, font, vriezen. Dat zijn alle doeken die je in theater tegenkomt. Meer kom je niet tegen. Ja, je hebt ook nog proscenium-doek. Dat is eigenlijk het tussendoek wat hier hangt. Dat is in dit geval is dat een zwarte, maar dat is ook vaak een doek met een kleurtje. Dus je halverwege het toneel heb je dan nog een apart doek aan. Daar kan je het toneel heel ondiep mee maken. Dat vroeger met cabaret, waar er gebruik van gemaakt. Inmiddels niet meer, want iedereen ontdekt dat in de ruimte veel leukere dingen te doen zijn dan wanneer je dat in doet. Goed, nou. Dat wat betreft de doeken en het spullen wat hier is. De geluidsinstallatie die hier hangt, ja goed, daar is niet zo heel veel interessants over te vertellen dan alleen dat het een DNB-installatie is. Hierboven hangt nog een center-cluster, zoals dat heet. En het voordeel daarvan is het, als je er bijvoorbeeld, wanneer je in een mix stemmen heel nadrukkelijk apart uit muziek wil halen. Je doet links en rechts muziek en je zet het binnen een stem neer. Haal je er extra uit, dan kun je dat, dan wordt die stem veel krachtiger van. En dan ligt die veel mooier op de muziek dan wanneer je dat allemaal door één speaker naar buiten perst. Maar dat is denk ik logisch. Ja. Goed. De lampen. We hebben hier twee soorten lampen, heb ik eventjes, wat ik vond wel aardig om te laten zien. Je hebt natuurlijk veel meer soorten lampen, maar grofweg in de theaters worden drie soorten lampen gebruikt. Je hebt de profielspot, dat is deze lamp. Als ik die draai, dan zie je aan de onderkant zie je twee van die pootjes zitten. Er zitten eigenlijk twee lenzen aan vast. Die lenzen kan ik ten opzichte van elkaar bewegen, waarmee ik een cirkel kan maken die heel mooi strak en heel mooi rond is. En dat heet een profielspot. Er zitten in dit geval ook nog messen in, dus een beugeltje hier aan de bovenkant. Daarmee kan ik een vormpje maken. Ik zal het even laten zien. Een profielspot, dat is die cirkel. Marijn, mag ik een profiel? Dit is een profielspot, zie je? Zo heeft het werkelijk uit. Moet ik dat hier doen? Yes. Dit is een profielspot, dit is een duidelijk voorbeeld van een profielspot. Hè? Een mooie strakke rand. Heb je, je hebt hem ook front staan, hè? Mag ik die eventjes hebben? Juist. En dan mag je een topje even, dankjewel. Het leuke van dit is natuurlijk dat je echt, dan heb je gewoon theater, hè? Dat voel je gelijk. Dus het is mooi. Het heeft ook één nadeel. Dat is het volgende. Er zijn heel veel mensen die nooit met licht hebben gewerkt en die vooral zelf belangrijk zijn, maar het licht niet zo in de gaten houden. En dan krijg je dus een uitermate irritante verschijnsel dat mensen half wel, half uit. Daar zijn we echt helemaal doodziek van. Dit is een hele strakke rand, dat zie je. Je kunt hem dus ook heel wazig zetten, dan krijg je een ander soort spotje. Die had je ook, hè? Ja, die zit, nou zie je dat dat, dat is niet deze, dacht ik wel. Had je nog iets vanuit de zaal? Ja, hier nou zie je dat de overgang van licht naar donker heel gelijkmatig is, diffuus, hè, heet dat hier in het theater. Dan, een grote voordeel daarvan is dat je wat mee egaler kan belichten. Dus zeker als je een hele belichting voor een heel toneel hebt, dan is het wel handig dat dat niet zo'n harde rand heeft, maar dat dat een beetje zacht is qua overgang. Voordeel is ook dat als ik daarin loop, dat ik ook gelijk voel van nou, dan zit ik tegen de rand aan. Snap je? Terwijl normaal gesproken ben je echt in het donker met die harde rand en hier voel je dat wat beter. Alleen ja, het is minder sprookjesachtig natuurlijk. Want als je zo'n mooi strak cirkeltje hebt, dat heeft gelijk iets heel bijzonders. Ik wil jullie een mooi verhaal vertellen. Weet je, dat wordt gelijk interessant, hè? In plaats van dat je hier zo. Goed. Maar een belichting gaat nooit altijd vanuit één kant, want het is saai. Het meest saaie licht is bijvoorbeeld als je echt maar één spot hebt. Dan zet je even die 2 kW eraan, Marijn. Vanuit de zaal. Kijk, dit is natuurlijk het meest idiote. Hè? Er zijn mensen die zeggen van ja, je hebt toch geen techniek nodig? Doe gewoon één lamp aan. Wat is het voor gezeur? Het is niet nodig om allemaal maffe dingen te doen. Nou, wat ik jullie wil aantonen is dat dat wel zo is. Let op.
We gaan deze, uit deze mag weer uit. Mag wat eventjes een gewoon totaal, alsjeblieft. Het is belangrijk dat je je belichter goede aanwijzingen geeft. Hè? Dat je weet dat je communiceert tussen op de wijze die nodig is. Maar mag het tweede plan er ook bij, alsjeblieft? Dit is het eerste plan van het toneel. Dit is het tweede plan. Dit is een bar. Ook belangrijk. Dit was een profielspot. Dit is een bar. Een bar zie je heel vaak in, bij pop, bij bandjes en zo hangen. Waarom? Dat zal ik je vertellen. Heel simpel. Straks als je over het toneel heen loopt, kan je het nog een keertje zien. Want er staan ook een paar op de grond. Daar zit een autolamp in. Dit is een gewone pijp met een autolamp. Die kon je vroeger ook alleen maar op 110 volt kopen. Ik kwam uit Amerika die ding. Had iemand bedacht. Het is goedkoop. Zo'n lampje kost geen flikker. Die kost echt niet veel. Ik had een paar tintjes of zo, Marijn, hè? De huls. De ding zelf kost 9 euro. En de lamp is? De lamp kost 40 euro. Grappig, hè? En die, het is aluminium. Dus echt, je kunt er ook niks mee dan alleen maar gewoon aanzetten. Ze geven ook niet echt een hele mooie egale vlek. Maar zij doen iets anders. Dus ik had het net over in de ruimte staan en de ruimte om je heen hebben. In het theater moet een belichter altijd kiezen wat wil ik verlichten en hoe wil ik belichten. Wat een belichting maken is een sfeer creëren. Maar iets verlichten is nodig om ervoor te zorgen dat je iemand die op het toneel staat in je verhaal doet, dat die ook zichtbaar is en herkenbaar is. Dus er is een verschil tussen, ik was een keer bij een voorstelling van Kinderen voor Kinderen, hadden ze me gevraagd om eventjes langs te komen. Dat was, de belichter was daar bezig met die voorstelling. En het was een jubileumvoorstelling, heel veel mensen op het toneel, een grote bed, een lichte achtergrond. Nou, dat stond daar allemaal in het licht en dan moest iemand iets presenteren. Maar je voelt al dat het qua beeld heel erg slecht was. En toen zei ik tegen die belichter, ik denk dat je een keuze moet maken wat je wil verlichten en wat je wil belichten. Of je een sfeer wil maken. Dus als daar informatie wordt gegeven, zet er dan even een apart spotje neer, zet het licht op de horizon, zodat alles mooi in contouren verdwijnt. He, dat je een soort van skyline te zien krijgt van een band. En degene die dat presenteert staat ervoor, los daarvan. En later heb je die mensen allemaal weer nodig, dan zet je ze weer in het licht. En dan kun je allerlei dingen doen. Dus dat is wel belangrijk om daar een keuze te maken. Nou, daar zijn deze lampen natuurlijk ideaal voor, want ze kosten geen moer. Dus dan hang je er gewoon 30 neer. Dat is altijd een leuk effect. Verschillende kleurtjes erin, apart aansturen. Dan kun je allemaal effectjes overheen laten lopen. Gelijk feest. Dus een goedkoop succes. Nou, dus niet eerlijk helemaal, want ze zijn heel erg handig. Ze worden erg veel gebruikt. Ook als tegenlicht bijvoorbeeld, zijn ze perfect. Waarom dat belangrijk is, ga even, welke track is dit, Marijn? Dan moet hij nu omhoog gaan. Zeg je? Tot de nacht, hè? Jullie voelen wel wie hier de basis, hè? Nee, dat is wel, hè? En terecht natuurlijk ook. Ik kan me nog herinneren dat een van de allereerste voorstellingen die ik ooit regisseerde, stond ik in de coulissen te wachten. Dat was het Olsen Liefkamp, staat de coulissen. Paul Snel was de hoofdtechniek. Ik zeg, oké, Paul, we gaan beginnen. Nee. Paul, we gaan beginnen. Dat is mijn headset op. Nee. Ja, sta je dan als regisseur? Hè? Wacht. 3 minuten later. We kunnen beginnen. Oké, we gaan beginnen. Na de voorstelling, toen zei ik tegen me, zeg, wat was dat nou een flauwekul? Je kan toch gewoon zeggen van we beginnen? Ja, zei, jij kan niet zien of die zaal zit. Ik zei, ja, wat dan? Nou, als ik het licht uitdoe en er lopen nog 20 mensen door die zaal heen en dan flikkert iemand naar beneden toe, dan krijg je paniek, krijg je gedoe. En dan, dat kun je niet zien, en dat is mijn taak. Heel wat gebeurd. Daarom zitten die stoelen ook allemaal aan elkaar, hè? Paniekbeveiliging. Dat ken je hier. Dus als je allemaal opstaat, dan die stoelen opflikken, maar dat die mooi omklappen en dat je gewoon mooie gangetjes krijgt en gericht eruit gestuurd wordt. Ik doe even een jasje aan, dat is vanwege de kleurtjes. Goed. Want we hadden het net over licht. Als je iets belicht, dan gebruik je bijna altijd een driepuntsbelichting. Je hebt een zonnetje, dat is je keylight. In de film wordt dat gebruikt als keylight. Je hebt een topje en je hebt vaak een tegen. Soms wordt er of een top of een tegen gebruikt, soms alle twee.
Soms heb je ook nog een invullichtje wat ervoor zorgt dat de harde schaduwen weggehaald worden uit hun hoofd. Laten we even kijken wat er gebeurt. Mag ik een speciaaltje alsjeblieft, Marijn? Mag ik een topje erbij? Je ziet dan dat er op mijn haar een soort van krans ontstaat. Die zorgt ervoor dat ik word losgetrokken van de achtergrond. Mag ik een tegen erbij, Marijn? Dat is grappig. Een lens is zo plat van een fotocamera dat ik mezelf zie staan. de tegen is nu ook aan. Nou, je ziet dat er nu echt heel veel licht op mij staat. Eigenlijk is het, wat is dat, 2 kilowatt aan de voorkant, Marijn? Allemaal 1 kilowatt. Dus nou, 1 aan de voorkant, 1 van boven, 1 van achteren. Dit is eigenlijk een ideale manier om iemand te belichten. Dan zou je ook nog kunnen zeggen, een klein beetje licht aan de voorkant er nog bij hebben om, om de harde schaduw wat weg te halen. Maar over het algemeen is dit een prima manier om een plaatje te maken. Nou, dit wordt in de filmwereld, in de videowereld, in de tv-wereld ook gebruikt, dan nadrukkelijk. En er zijn ook programma's, ik weet niet of jullie het programma Cheers kennen, die serie, zo'n café is dat. Daar hebben ze een plantenbak boven hangen en iedere plantenbak, daar zit een driepuntsbelichting in. Voor iedere speler apart is dat gemaakt. Een mooi systeem. Dus zo werkt dat dus. Nou, dan heb je dus een belichting. Je hebt ook een totaallicht. Mag ik het gewone warm totaal alsjeblieft? Dit heet totaallicht. Je ziet nu dat er een soort van egale laag licht over het hele toneel loopt. Dus overal waar ik loop sta ik in het licht. Het leuke is, dit is eigenlijk een warm soort licht. We zullen even laten zien wat er gebeurt. Mag ik de koude stand alsjeblieft maar? Voel je het verschil? Qua temperatuur wordt het in één keer veel anders. Hè? En je kunt je voorstellen dat als je aan de voorstelling een scène hebt, dat je weet van nou, in deze scène ga ik van een hele warme situatie naar een kille situatie. En ik laat de computer daar langzamerhand naar deze stand toe schuiven. Dan krijgt het iets heel heftigs natuurlijk. Hè? Dus dan ben je als ze kijken, denk je van er gebeurt iets, maar ik kan het niet thuis brengen. Nu gebeurt het ook. Zie je het gebeuren? Dus heel langzamerhand wordt de kleur anders gemaakt. Komt er warm licht bij. En wordt de sfeer anders en wordt het vriendelijker en warmer. Scheelt, hè? Zie je dit of niet? Oké. Okay. Nou, voor de rest hebben we natuurlijk daar achterboven ook nog, want je hebt warm en koud licht, maar je hebt ook tegenlicht. Dat is vaak blauw, omdat dat in contrast staat met de voorkant. Hè? Dat is de voorkant, je wil meestal wat warm belichten, het wat sympathiek maken. En dan zet je blauwe stegen. Mag ik even blauwe stegen licht aan Marijn erbij? Dankjewel. Ik zie je daarop staan. Als je de front even uitzet, Marijn, kunnen we even kijken wat dat voor effect heeft. En je zie je dat normaal gesproken, zeker als het wat hoger belicht is, nou zie je het wat nadrukkelijker. Nu wordt het haast een topje omdat ik erin sta. Dan zie je ook tot hoever dat blauwe licht doorgaat. En het is eigenlijk maar een heel dun randje, maar het zorgt ervoor dat de zaak ietsjes wordt dat je ietsjes van de achtergrond wordt afgetrokken. Nou, de lampen die daarvoor worden gebruikt, we hadden het net over die profielspot, daar kon je mooi mee scherp stellen. Maar de lampen die daarvoor worden gebruikt zijn de PC's. Dat is gewoon een normale lens, een egale lens. En die geeft een diffuus licht met een diffuse rand. Je hebt ook voor de snelspots, die zien eruit als een shampot onderkant met allemaal ringen erin. En hij maakt een hele mooie egale vlek op het toneel. Je hebt ook weer verschillende soorten lampen, daar kan ik ook nog wat over zeggen. Vroeger was het alleen maar gloeilampen, tegenwoordig heb je ook halogeen. En je hebt tegenwoordig ook nog gasopladingslampen die heel veel gebruikt worden. En dan komen we bij een nieuw soort licht terecht en dat is het geluid dat je hoort, dat is licht wat gekoeld moet worden. Dat zijn de lampen die daar bovenin links en rechts hangen. Kunnen we dat zien op een of andere manier, Marijn? Nee, hè? Dat is bewegend licht. Nou, dat is een erg leuk speelgoed natuurlijk voor de technici. En dat bewegend licht heeft, normaal gesproken is een schuif, is één lamp. Is één kring, dat lijkt me duidelijk. Maar bij die lamp is de lamp aan en uit, dat is één. Links, rechts, boven, beneden. Dan de kleur, soms RGB. En er zijn dus er zijn lampen bij die tot iets van 32 verschillende variabelen hebben waarmee je moet aansturen. Nou, dat kon ook vanaf het moment dat de computers in het theater terechtkwamen. Voorheen was het onmogelijk, want dan had je echt een wals, zoals het heette. Dus dan had je daar 48 kringen op zitten, dan moest je een lichtstap ingeprogrammeerd worden. En dan had je de scènewisseling en dan werd er overgezet, ja volgende. En dan ging de andere, die ging bezig met deze set weer klaar te zetten om weer terug te gaan. Dus dan ging je de hele tijd van de ene wals naar de andere, met je belichting. Dat moest allemaal wel kloppen, tegenwoordig is het gewoon spaartjes zegeltjes. Goed.
Rood tegenlicht kan ook, uiteraard. Dat hebben we hier nu staan. Wat het effect van kleur is, is ook wel heel erg belangrijk. Laat ik dat even hier zien. Als ik hier op deze prak sta, heb je dat rood, Marijn. Nou, dat jasje, dat is een mooi knallend jasje, hè? Dat zie je wel. Het is lekker rood natuurlijk. Goed, mag ik nu de blauwe? Je ziet het verschil. Nou, als je dit ooit gezien hebt, dan weet je voortaan ook hoe belangrijk het is dat een regisseur, een belichter, een grimeur en iemand die kleding en decor maakt, dat die samen goede afspraken maken over welke keuzes er op welk moment worden gemaakt. Stel je voor dat de prachtige bruid in een rode jurk gekleed op een zwoele zomeravond onder het blauwe schijnsel van de maan, 's avonds over straat loopt. Ja, dan krijg je dus dit. En dat is dus niet echt mooi. Kun je eventjes een paar keer wisselen met het rood en het blauwe, Marijn? Juist. En dan nog weer terug. Je ziet wat het effect is, hè? Scheelt veel, hè? Goed. Nou, je kunt je voorstellen als ik hier een decor inhang. Mag ik wat totaal? Dan ga ik eventjes die laatste trek omhoog halen. Dankjewel. Dit is een decor wat mijn vriendin ooit gemaakt heeft voor een voorstelling. Dat het t-shirts zijn, spreekt voor zich. Kun je daar wat leuks op zetten, Marijn? Dat er wel wat over dat bewegend licht, want daar ging het eigenlijk om. Nou, nu staan die lampen daarop afgesteld. Maar je kunt bijvoorbeeld de kleuren van die lampen kun je ook wijzigen. Kun je daar een kleurtje in zetten, Marijn? Geel. Grappig, hè? Nou, je voelt al dat is een grote, dat het veel programmeerwerk is. Er zijn tegenwoordig ook studio's waar ze dat gewoon op een kantoor doen. Er staat daar een computer en een beamer. En dan kunnen ze alle, daar wordt het licht mee geprojecteerd. En soms ook een 3D-versie van het theater of de voorstelling. En,